Hey guys, it's Master Key. En een heel korte video over het woord voorkomen. Eigenlijk is dat een dubbel woord en betekent zowel het ene als het omgekeerde. Ik zal het uitleggen. Als je zegt, er kan iets voorkomen, dan gebeurt het. Er kan bijvoorbeeld een ongeluk voorkomen, of er kan, maar meestal, je zegt niet een verjaardag voorkomen, maar ja, dingen gebeuren. Dus als iets gebeurt, dan zeg je, ah, het is voorgekomen. Dus, bijvoorbeeld, er is een brand voorkomen. Maar, als je zegt, we gaan iets voorkomen, dan wil je zeggen dat het niet gebeurt, dus dat je het voorkomt, dat je het tegenhoudt. Dus het wil zowel zeggen dat het kan gebeuren, iets komt voor, of, dus het kan voorkomen, of het wil zeggen dat het niet gebeurt. We hebben het voorgekomen, we hebben het voorkomen. Dat is toch bizar, wat is dat voor woord? Ik bedoel, ja, dat is toch raar dat het ook, want je denkt, ja, voorkomen, hè, het komt voor, maar als je zegt van, ja, voorkomen, het gebeurt niet. Laat mij eens uit.